Johan Kappelhof had zondag de taak om de topscorer van Vitesse Wilfried Bony onschadelijk te maken. De van een blessure teruggekeerde Kappelhof speelde tot nu toe dit seizoen op de rechtsbackpositie, maar stond zondag centraal in de verdediging als vervanger van de geblesseerde Jonas Evans. Ik heb er vaker gespeeld en het was wel lekker om naast Virgil te spelen. Het voelde goed aan, dus het is wel oké. Ja, ik heb Bony bijna niet gezien. Nee, hij had het wel lastig. Ik denk dat hij had wel wat veel balverlies. Dat is verdienste van ons. En ik denk dat we hem wel goed hebben aangepakt. Vorige week vrijdag hoorde Kappelhof dat hij de bewaker van Bony zou worden. En dat hij dus naast Virgil van Dijk centraal in de verdediging zou gaan spelen. Gewoon goed met Virgil praten en met de backs en met je middenvelders hoe we hem gaan aanpakken. We wisten dat hij balvast is. En we hebben de middenvelders goed gecoacht dat die er snel bij moeten zitten voor de tweede bal. En je had kunnen zien dat hij daardoor vaak balverlies loopt. Waar speel je nou liever? Rechtsback of centraal? Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Ik voel me goed op beide posities, dus centraal is niet nieuw voor mij. En ik kan er lekker spelen en dat geldt ook voor rechtsback. Ondanks dat Kappelhof en Van Dijk nog nooit samen centraal speelden, gaven ze tegen Vitesse niet veel kansen weg. Bony slaagde er niet in te scoren tegen het jonge centrale verdedigersduo, net zo min als de andere spelers van Vitesse. We praten goed met elkaar en op de training zag ik al dat het goed ging, dat de afstemming goed was. En in de wedstrijd heb ik dat ook wel gemerkt, dat het gewoon lekker ging. De klik was er en dat is belangrijk. Volgende week weer? Ik hoop het wel. Ik ga hard trainen en dan zien we wel.